Hallo allemaal, welkom bij begrepen.be voor deze tweede video van de stamtijden. Net zoals bij onze vorige video bekijken we hier tien werkwoorden. Wat zijn de stamtijden nu weer? Stamtijden zijn drie werkwoordsvormen, altijd dezelfde drie. De infinitief, de verleden tijd en het voltooid deelwoord. De reden waarom we deze stamtijden leren is omdat ze ons helpen bij het vervoegen van de onregelmatige werkwoorden. Werkwoorden die je alleen maar kent door ze te gebruiken. Om deze in te studeren zijn er dus deze video's waarbij we elke week 10 stamtijden overlopen. De video is bedoeld zodat je de stamtijden mee kan inoefenen door ze op te zeggen en ze te lezen. Daarnaast vind je op onze website. De link vind je in de beschrijving van deze video ook het volledige afdrukbare overzicht van alle onregelmatige werkwoorden. Hier gaan we met de volgende reeks: Bevelen, beval, bevolen. Bewegen, bewoog, bewogen. Bezinnen, bezon, bezonnen. Bezwijken, bezweek, bezweken, bidden bad, gebeden. En de volgende vijf. Bieden boot geboden, bijten beet gebeten, binden bond, gebonden, blazen blies, geblazen. En blijken, bleek, gebleken. We pauzeren even om te kijken naar de betekenis van deze werkwoorden. Bezinnen betekent dat je even tijd neemt om na te denken, dat je niet overhaast te werk gaat, maar alles even op een rijtje zet. Bezwijken betekent dat je ergens aan ten onder gaat, dat je eventueel zelfs flauw valt. Bieden wil zeggen dat je een bot doet. Bijvoorbeeld iemand verkoopt een koptelefoon voor 50 euro, maar jij doet een bot van 40. Je biedt 40 euro. Dat is het maximum dat jij wil geven. Blijken is een vorm van zijn. Blijken is dat het duidelijk wordt hoe iets is. Bijvoorbeeld we hadden op het feestje 50 mensen verwacht. Maar er bleken er maar tien te zijn. Het werd duidelijk dat er maar tien mensen waren. Nu de betekenis opgehelderd is, kunnen we verder en al deze stamtijden nog een keertje inoefenen. Bevelen, beval, bevolen. Bewegen, bewoog, bewogen. Bezinnen, bezon, bezonnen. Bezwijken, bezweek, bezweken, bidden, bad, gebeden. En de volgende vijf: bieden, bood geboden, bijten, beet gebeten, binden, bond gebonden, blazen, blies geblazen en blijken bleek gebleken. Dat is meteen het einde van deze video. Bedankt voor het kijken. Meer video's vind je op het kanaal, waarop je je gemakkelijk kunt abonneren, of op onze website www.begrepen.be. Volg ons ook zeker op onze socials, je kan ons vinden op Facebook, Twitter en LinkedIn. De links staan onder deze video in de beschrijving. Geef deze video een like en deel hem met al de mensen die je kent. Bedankt voor het kijken en tot een volgende video. Tot een volgende begrepen.be.